even onbemande accreditatiepost. En hier hangen de deelnemers, of de kaarten die nog niet afgehaald zijn. Russinnen, Evgenia Dimitrieva. Wordt het wat met Evgenia Dimitrieva dit weekend? Even kijken. Oh, reserve. Nou, dat wordt niks. Lalenkov. Kennen we van de 1500 meter en de 1000 meter. Nou, atleet, dus geen reserve. Misschien kan hij verrassen op de 1500. Olga Graf, volgens mij nu al bijna 40, 50 misschien wel. Doet ook mee, atleet. Ja, kan goede afstanden rijden. Maxim Gutkov is de... Dit is nou de dokter van de Russen. Ja, let op die man. Nou, en Marketto, belangrijk voor hun nu de Russen weer in opkomst zijn gekomen. Dzień dobry, uit Austria. Cold? No, it's warm. It's really warm. Do you like to skate outside? Yeah, we'll see. Do you train outside a lot? Yes. Yeah, whole December we were outside. So it's okay for you? Yeah, hopefully. No complainings? No. Hello, do you take part? Yes. Who are you? I am the one and only from Hungary. My name is Agota Tóth. Agota Tóth? Yeah. Oh, do you know me? Well, by name, in the list. Okay, cool. But now I see you in reality. Yeah. Alexi, did you like it? Yeah, it's nice, it's a little bit windy today, so we'll see how the conditions are in the weekend. Inline skater and wind on ice, is there any similarities or...? No, it's not a good combination. I don't skate for that many years and all the skating I've done is inside, so I think it's harder for us to get used to a changing condition. Monsieur Benjamin, oui. Ça va? Ah, si? Yeah, ici? Oui. Oui. Beaucoup de vent? Oui, beaucoup de vent, oui. Beaucoup de problèmes? Pas beaucoup de problèmes, mais beaucoup de vent. C'est difficile dehors. The conditions are really difficult. It's outside, it's only my second time on the outside track. So it's difficult for me to skate on the ice like this. Wat sta je te wijzen naar dat gebouw daar? Nou, we gingen vanochtend inlopen en toen... Toen ben je door dat gebouw heen gelopen en toen zag je een heleboel mooie schilderijen. Nee. Toen dachten wij van, oh, dan kunnen we daar langs en hebben we een mooi rondje. Alleen daar stond een hek, dus toen hebben we maar niet verder geprobeerd, zijn we weer teruggelopen. Nou Diane, lekker winderig hier, lekker Zuid-Holland aan de kust. Ja, joh, een beetje zoals ik gewend ben, hè, Den Haag, daar waren het ook nog wel eens. Ja, maar daar kom je niet vaak meer. Nee, een tijdje geleden, maar genoeg ijsuren gemaakt daar zo, dus het komt goed hier. Hoe is het rijden hier? Ja, het is even een beetje improviseren hè, met die wind. Vandaag was het windje mee op de kruising, windje tegen op het andere rechte eind. Dus, waar moet ik staan, wil ik een beetje wind voor je tegenhouden als jij rijdt? Nou, als het zo is als vandaag... Ga ik dan, me heel breed maken? Mag je voor mij op de finishlijn gaan staan en dan goed veel wind tegenhouden. Daar op de finishlijn gaan staan, ik weet niet of dat mag. Daarnaast dan, daarnaast. Ik ga er staan. Is goed, dank je. Dus halleluja muziek, Renato, nog voor jou, omdat je derde was bij de WK hier in Boedapest, 11 jaar geleden, 9 jaar geleden, toch? 11 jaar geleden. Tijd gaat hard, hoor. Was je wel of geen derde? Ik weet het niet meer. Derde? Ja, klopt. Ja, nou, toch wel. Ja. Nou, daarom deze muziek, ja, deze muziek. Ik denk het niet, maar... Hé, hey, maar het is spannend om weer terug te zijn. Ja, het is wel leuk om terug te zijn. En met een pupil. Ja, anders was ik hier niet geweest, hè? Nee, maar het is leuk om een andere manier mee te beleven. Ja, nee, het was toen een heel apart en... Nou ja, ik vond het wel een heroïsch kampioenschap, zeg maar. In ieder geval een kampioenschap wat je nog heel lang herinnert. En ja, er gebeurden veel dingen. En het is leuk om nu weer terug te zijn. Hoe vind je het hier? Ik vind het hier prachtig. Ja, het is hier... Ik stapte hier vanochtend binnen in het complex en keek mijn ogen uit. En ja, het is denk ik extra bijzonder voor jou dat je terug bent, want er was een lange weg op de terugweg naar de top. Ja, vorig jaar een beetje een ongelukkig seizoen gehad en ja, deze zomer heel hard getraind. En ja, nu weer echt de vorm te pakken en de stijgende lijn ook nog steeds. Dus dat is heel mooi en daar ben ik heel blij mee. Ja.